Hoe staat het nou met dat grondoffensief? Want we horen berichten over dat het is uitgesteld vanwege het slechte weer. Is dat echt waar? 28 graden en zon. Onwaarschijnlijk, hoor. En ook al is het weer slecht, dan de technologie van vandaag maakt het mogelijk om op afstand nog steeds met precisie te kunnen schieten. En als je in een stad zit of het regent of niet, dan maakt het op zich niet meer uit. Of als je in tunnels vecht. Dus dat is de reden niet. Sterker nog, draai je maar om. Elke dag dat je wacht met het offensief betaal je een prijs voor. Want Hamas kan zich beter voorbereiden op de invasie. En dat betekent dat jij meer booby traps kunt leggen bij deuren van huizen. Dat je meer positie voor scherpschutters kunt maken. Zelfs, en dat klinkt heel cynisch, als je een stad in puin schiet, is dat voor een verdediger vaak nog een voordeel. Want die kent de weg daar beter dan de aanvaller. Die moet zoeken waar zit hij. Dus er wordt een prijs betaald door Israël op dit moment door niet het grondoffensief te starten. Maar wat dan kan dan de reden zijn? Heeft het Israëlische leger meer voorbereidingstijd nodig? Of wat is het? Nee, dat is niet, want het is een uitermate goed geoefend leger voor dit soort omstandigheden. Sinds 2006, sinds inval in Zuid-Libanon, hebben zij geleerd dat het vechten in steden, dat ze dat veel beter moeten doen. En sinds 2008 zijn ze beginnen met een grote trainingsfaciliteit in de Negev-woestijn. Hebben ze gewoon een stad nagebouwd. Ja, en daar oefenen ze in het zuiden. En ze zijn al ook al 4 keer Gaza binnen geweest. En elke keer zie je dat ze weer updaten, nieuwe technieken, nieuwe tactieken hebben om dat te doen. Dus eigenlijk zijn ze klaar. Maar Mart, de voormalige Israëlische premier Ehud Barak zegt tegen de Economist, we hebben heel veel reservisten. Geeft die nou een beetje extra opleiding, extra tijd, extra training? Wij gaan dit wel winnen. Maar er is geen enkele reden om nu hals over kop dat gebied in te gaan. Ja, maar volgens mij heeft dat een andere reden. En dat is meer over gijzelaars. Kun je die terughalen of niet? Daar wordt over onderhandeld. En een humanitaire corridor. Wat ga je daarmee doen? En daar kun je wachten. En dat is een afweging die de Israëlische politiek moet maken. Maar militair gezien praat je hier over mensen die 3 jaar een initiële dienstplicht hebben vervuld. Die elk jaar terugkomen, 36 dagen, om vooral dit soort gevechten te oefenen. En die hoef je echt niet meer te leren hoe je dit moet doen.